Customer value mapping betekent dat je heel erg gaat kijken naar waar kan ik waarde toevoegen aan de klant. Dus niet alleen maar halen in een funnel, is het vaak halen, maar hoe kan ik waarde daaraan toevoegen? En het gaat veel meer over geven wat die klant wil. Want de klant van nu wil veel meer dan de klant van vroeger. De klant van nu wil veel meer van jou krijgen. Dus op het moment dat jij veel meer gefocust bent, hoe kan ik waarde toevoegen, zul je zien dat je funnels veel succesvoller gaan zijn. Het is niet zo dat je funnels nu helemaal aan de kant moet gaan zetten. Maar je moet er anders naar gaan kijken. Waar kan ik waarde toevoegen? Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je in die funnel nog een bepaalde stuk gratis waarde levert. Gratis of een bepaalde lichte variant, zeg maar, aan inhoud. Dus niet alleen maar, ja, gewoon een stuk extra. Dat zou je als dienstverlening kunnen doen. Maar je kunt ook zeggen van hoe kan de samenwerkingen die ik heb, hoe kunnen die van waarde zijn voor die klant? Bijvoorbeeld bij ons zijn wij heel erg met het team bezig vanaf het moment dat een klant contact opneemt tot aan het einde, maar ook na de sales, dus de pre, de sales en de after sales, is mijn team geïnstrueerd om zoveel mogelijk waarde te leveren aan klanten. Dus persoonlijk zijn, betrokken zijn, ze de nummer 1 laten voelen. Dat is ook waarde. Dat is de customer experience. En we gaan veel meer toe naar het punt dat customer experience veel belangrijker gaat worden. Want er wordt steeds meer geautomatiseerd, gedigitaliseerd, steeds meer wordt onpersoonlijk. Op het moment dat je ook daarmee je waarde toevoegt, ga je nog meer het verschil maken. En dan daag ik jou uit om na te gaan denken, hoe kan ik nog meer waarde leveren dan dat ik nu al doe? En in wat voor vorm? Want het zit hem niet alleen maar in een stuk dienstverlening, maar in veel meer andere dingen.